nieuw filmpje op kellykaressen.nl. Ik heb samen hier uitgenodigd Bibian en Manon van littlewonderworld.nl. En we gaan een food challenge doen. Ze heeft wel de twee beste mensen uitgekozen. Wij zijn gelukkig niet moeilijk dus. Op Twitter had ik gevraagd wat voor gekke combinaties jullie lekker vinden. Of lekker vinden, ja, wel eens gehoord hebben die wel eens op brood en zo gedaan worden. Dus wij dachten laten we die op een filmpje gaan proeven. Dus dat hebben we gedaan. En dat gaan we doen. Ja, we gaan proeven. We hebben ze in ieder geval op een bordje staan. We beginnen denk ik nog het lekkerst. En dat is de peanut butter jelly. Ja. Dat is gewoon pindakaas met jam. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Dat is wel een klassieke Amerikaanse peanut butter en jelly sandwich. Okay. Volgens mij is dat zwaar lekker. Ik wil dat ook wel proberen. Oké. Dit hè, deze. Ja. Oké. Tegelijk dan, oké? Okay? Ja. Doen we aftellen. Wel een goede hap, hè? Ja, wel een goede hap. Oké, 1, 2, 3. Ik vind het wel lekker. Het is niet vies. Nee. Maar ik denk niet dat ik het zelf op brood zou doen. Nou, ik denk wel. Ja? Ja. Maar ik ben sowieso niet zo pindakazerig. Oh, ik wel. Ja, ik ben juist wel van de pindakaas, maar... Maar het jam maakt het wel... Gaat het lekkere van de pindakaas wat minder worden. Ja, ik ben meer dan of jam of pindakaas. Ja. Nee, ik doe wel een blokje. Dan, jam met kaas. Ja, dat weet ik niet. Dat lijkt me zo glimmerig. Ik ben sowieso al niet van de kaas of brood. Waarvan wel. Ik vind hartig zoet vaak wel lekker, want ik vind croissantje met kaas heel lekker. Ja, ik ook. Ja. Ja, dat vind ik ook lekker. Of een croissantje met pindakaas vind ik ook lekker. Oh, dat lijkt me ook lekker. Croissantje bij Nutella. Croissantje jam is altijd goed. Oké. Ik pas niet. Nee, jij past niet. Ah, joh, zo erg kan het niet zijn. Ja, maar ik lust geen kaas op brood, dus dan jawel, is dit al helemaal ik lust al, ik hou daar ook niet zo van, maar oké. Oké, 1, 2, 3. Nee, ik kan het niet. Is het lekker maar wel? Ja. Oh, je eet ook gewoon het hele broodje op? Nee, ik kan het niet. Oké. Het is gewoon, dan proef je even kaas, dan proef je even jam. Maar ik ben er ook niet zo weg van. Nee. Dat klopt gewoon niet. Gewoon doe je. Nee, ik ga je niet van kokhalzen hoor. Nee, maar vrolijk ook toch niet van. Dit bordje die kan wel bij mij staan. Want gaan we nou eerst voor de augurken of voor die brood? Die staat me tegen. Maar joh, dat is gewoon honing en boterham. Oh, dat vind ik echt, lijkt me echt zo goor. Dan beginnen we met die. Oh nee. Boterhamworst met honing. Ja, wie eet dat? Wie van jullie? Nee, dat vind ik zo goor. Nee, ik ben sowieso. Kijk dan. Wie eet dit? Dit verzin je toch niet? Volgens mij hebben ze gewoon dingen verzonnen op Twitter. Kan niet anders. Ja, dat kan niet anders. Gewoon de ranzigste dingen. Net zoals leverworst in de ik ben zo. Oh, echt. Oké, 1. Nee, dit kan niet, Kelly. 2, 3. Ik ga niet eens proberen. Nee, kom niet. Oh. Ik moet gewoon kokhalzen. De hele honingsmaak wordt verpest en de hele boterham wordt verpest. Ik moet gewoon kokhalzen van jullie. Oh, ik ben blij dat ik geen hapje heb geproefd. Nee, dit is niet eerlijk. Nee, maar Manon is dus geen augurk. Dus ik probeer het wel. Oh, echt? Ja, ik ben echt bikkel. En ik ben zwanger. Dus ik heb ook nog extra vieze craving. Dit vond ik echt de vieze tot nu toe. Die kaas met jam, dat ging nog wel. Pindakaas met sambal, dat doen mijn ouders altijd, maar die doen er ook nog suiker op. Nee, deze lijkt me nog wel oké. Ja, mij ook. Pindakaas met sambal. Misschien wordt dat wel onze nieuwe favoriet. Oké. 3, 2, 1. Dat vind ik nog niet zo verkeerd. Nee. Lekker pittige nasmaak. Ik hou wel van pittig. Het is een beetje alsof je een stokbroodje in saté saus doet. Ja. En dan koude saté saus. Ja, inderdaad. Ja, deze is niet zo heel vies. Nee. Dan komt dit pad over. En augurken zouden we eigenlijk hier rechts horen. Nee, ben ik helemaal. Ik hou sowieso niet van augurken. Ik kan zo'n pot augurken leeg eten. Ik vind ze wel lekker, maar we gaan eerst in de mosterd. Mosterd. Ja. Augurken met mosterd. Maar dat is toch wel best normaal? Ja, dan zie je toch wel als een sportjehapje. Ja. Nee, dat is toch gewoon kater mosterd. Niet op mijn part. Een goede dip, hè? Waarom doen we dit ook alweer? Oké. 3, 2, 1. We hebben het nog niet gedaan.
Zo zuur. Dit is gewoon echt zo zuur door de mosterd. Ja, maar ik vind het niet lekker met mosterd. Nee, ik vind het ook niet lekker. Maar het ging ook niet om lekker. Ik krijg dat hele augurken-idee al. Oh. Ik vind het ook okay, zo'n stukje boterham maar samen. Dan zit je daar in je mond mee. Oh. Nee, dit is healthy. We hebben met stroop, pannenkoekenstroop. Misschien is het dan minder zuur. Maar... Nou, wij gaan dit... Wat is het? Stroop? Ja. Och, ik ben al helemaal geen stroop. Nou, ik hou niet van augurken, maar jij is wel van... Jij bent wel een stroop. Stroop. Dit kan niet goed zijn. Ik heb het niet gedaan hoor. Nee? En dat is voor mij over die boterhammenborst. Ik heb die lekker ding. Ik heb die stroop gelikt. Nee, dit kan niet goed zijn voor je lichaam. Nee. Ik weet er helemaal naar van. Ik vind het echt knap dat je dat kan. Ja, ik ook. Ik zit gewoon te kokken allemaal binnen. Jij zit heel dreug zo. Ja. Nee, die pindakaas sambal. Ja, pindakaas sambal vond ik ook oké. En wat hadden we? En die eerste, die jam. Ja, het pindakaas. Peanut butter jelly. Ja. Maar dat zijn ook wel een beetje normale. Kijk, je gaat niet bij een verjaardag. Maar dit zijn de hapjes augurken met stroop. Ja, dat doe je niet. Toch? Ja, als je bij een verjaardag. Als ik heel verrassend uit de hoek wil komen. Oh, nou, was een leuke challenge. Volgende keer andere. Ja, maar niet bij mij. Dat was het proeven van deze dingen. Nou hebben we een heel leuk pregnancy, zwangerschaps, kletsfilmpje opgenomen op het kanaal en de blog van littlewonderworld.nl. Dus ik raad jullie zeker aan die ook te bekijken. Ja. Dat was erg leuk. Ja. Ja, helemaal leuk. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. Yay. En abonneer je op mijn YouTube kanaal, maar ook op het kanaal van littlewonderworld.nl. Nou, dankjewel voor het kijken. Doei! Doei.